Goedemorgen YouTube-kijkers. Vandaag projectje hekken zetten. En het is zoals weer verwacht. Vies, nat, prut, miseregen. Maar ja, Chris is er. En dat is toch wel even makkelijk. Dus we gaan gewoon verder. Het waait ook nog. Het is echt vreselijk pokken weer. Maar ja, doe maar. Zolang het niet heel hard regent, dan houden we het maar vol. Waarom zetten we die hekjes? Dat zal ik je nog even uitleggen. We hebben, zeg maar, tussen de velden hebben wij van die groenstroken. En wat gebeurt er nou in zo'n groenstrook? Dan gaan de kinderen tussen de caravans doorlopen naar het toiletgebouw. Nou, dan lopen ze weer tegen fietsen aan. Die fietsen vallen weer tegen een caravan aan. Etcetera, etcetera. Dan worden die mensen een beetje zagrijnig van. Dus ik had beloofd aan al diegenen die er last van hadden, om er deze winter hekjes tussen te zetten. Daar zijn we vanochtend mee begonnen. De eerste hebben we hier al. De jongens zijn even verder gegaan, want ik had even een afspraakje tussendoor. Kijk, dat ziet er dan zo uit. En die staan dan tussen die velden. Dus tussen dat veld en dat veld. Dan komt hier nog een plank zo overheen. Zeg maar, dat doen we dan later. Dus dit moet het dan worden. Dus ik zal nog even wat filmen zo, even in de timelapse. Dus dan zie je ons zo wel weer. Thank you.
Oké, YouTube-kijkers, eind van de middag. We hebben de eerste hekken staan. Het is hier weer eventjes natuurlijk prutsen. Zie je, bomen en ellende. Dus we proberen een beetje een rechte lijn te krijgen. Dus de eerste twee zijn klaar. Morgen geeft hij dramatisch weer aan. En vrijdag ook. Dus we gaan één dag in quarters 3 aan de gang. Dan moeten we de keuken nog afmaken. En de andere dag doen we nog even wat een boom en planken zagen, want dan hebben we wat extra hout voor hier de boel af te planken. Dus dat wordt plan. Voor vandaag is het weer genoeg. We zullen vanavond nog even wat internetwerkzaamheden verrichten. En dan moeten we klaar wezen. See you! Goedemorgen YouTube-kijkers. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag gaan we verder met het plaatsen van de hekken. Ongetwijfeld net zoals het videootje hiervoor. Maar het is vandaag ijzige omstandigheden, letterlijk en figuurlijk. Je ziet het niet zo goed, maar het is allemaal ijs. Zie je de auto ook? Hier, helemaal ijs. Hier doort het al, ik heb de auto al even gestart. Om te voorkomen dat we weer zo'n drama hadden dat die auto niet wou starten of niet open wou gaan. Dus dat gaan we doen. Chris heeft net gebeld. Er is werk uitgevallen, dus die komt eraan. Bas ga ik nou ophalen. En dan gaan we kijken of we wat filmpjes kunnen maken, hoe we die hekken zetten. Heb ik al een beetje gedaan. Maar ja, goed. We zijn er toch wel een paar dagen mee zoet. We gaan daarna ook nog de hekken van de pony zetten. Dus dat is het plan. En je zult het zien. Ik maak er wat opnames van. See you! Oké, eerste hek staat weer. Bijna. Dit voorkomt het doorlopen van de kids. Die dan in hun haast per ongeluk weer iets omgooien of stuk maken. Ze vinden de gasten niet zo. Welke hoogte? Van daar hoogte. Daar hoogte. Zo. Dan doen we op het laatst nog even een plank eroverheen. Weet je, een van onze planken. Want als ze er nou op klimmen, wat ze natuurlijk gewoon weer doen, dan trappen ze dat gaas omlaag. Dus we doen er nog even een plank overheen. Dat het een beetje beter heel blijft, zeg maar. Dus, nou. Het is een klusje van de ochtend. Misschien ook nog een deel van de middag. Oké. We hebben eventjes... Dit veld moesten we even wat bomen weghalen, dus dat hebben we even gedaan. Met name struiken. Maar nu verliezen we het overzicht even een klein beetje, dus leggen we ze even aan de kant. Dan gaan we even kijken als we de lijn weer neerzetten hoe we uitkomen. Chris is nog eventjes wat losse takken aan het knippen. Zo, leggen we deze ook even aan de kant. Ik leg ze even in het midden van het veld. En dan ruim ik alles in één keer op, zeg maar. Dan blijf je net aan de gang. Even zo. Even bosmaaien, of Jordi denk ik dan in dit geval. Het is frisse neuzen weer. Warm is anders. Maar als je zo bezig bent met de kettingzaag, dan wil het wel.
even door cameraman gebombardeerd. Touwtje zetten en dan kijken we hoe het uitkomt. Zo, dat is makkelijker als met de hand, of niet dan? Zeker weten. Oké, YouTube-kijkers. Einde van de dag. We hebben hier nog een beetje moeten rooien, want er kwamen allemaal niet zo heel goed uit. Dus we hebben wat coniferen aan de kant moeten halen. Hier zat nog een stop in de weg, die hebben we eruit gehaald. Hekje zit er weer in. Eén de laatste veld. Maar het is alweer 4:30, dus we stoppen ermee. Daar komt er nog eentje. Die is vanmorgen. Als het morgen redelijk weer is. Zo niet, dan gaan we morgen bomen zagen. Dus, ik zal nog even de zaag weer slijpen en de boel opruimen. Morgen weer verder. En... dan zullen we er op het eind van de rit weer een leuk filmpje van maken. Goedemorgen YouTube-kijkers. De volgende dag met afrastering zetten. We hebben hier al een beetje ruimte gemaakt. Zie. Daar liggen nog wat struiken die in de weg stonden. Dat hebben we al gedaan. Jordi staat hier in de bosjes klaar met het gaas. We zullen de hekken nog eventjes vastschroeven. En dan gaan we weer aan de gang. Maar voor degene die het nog niet is opgevallen net. Kijk, het sneeuwt. Het is echt winter nu. Maar goed, ik wil maar zeggen dat je van sneeuw niet zo heel erg nat wordt. Tenminste niet van dit beetje. Maar, om het zo maar te zeggen, idyllisch plaatje, hè? Moet je kijken, wat leuk. De camping in de sneeuw. Nou, we gaan gauw weer verder en dan proberen we het voor de middag af te hebben. Nou, even een kleine update. Het is middageten. We gaan even een broodje eten. Kijk, hek zit er weer op. Gaas zit er weer op. Maar... ik had een rolletje te weinig besteld. Of de camping is groter dan ik dacht. Nee, dit wil uitleggen. Dus die hek had besteld, maar die is nog niet binnen. Dus we gaan vanmiddag... vanmiddag gaan we even wat anders doen. Ik denk dat we vanmiddag... die moeten die caravan nog eraf halen. Dat zouden we morgen doen, maar hij geeft morgen heel slecht weer aan. Dus ik denk dat we daar vanmiddag vast een beginnetje mee maken. Dan gaan we even die staakerf en vast prepareren om eraf te trekken. En dan zien we morgen wel, misschien als het morgen slecht weer is, dat we even bomen gaan doen. En dan gaan we donderdag en vrijdag weer verder buiten spelen, zeg maar. Maar geeft dan wel weer mooi weer aan. Volgende week heet die vorst af, dus dat is mooi. Dan gaan we volgende week nog even een flinke klap aan die ponyweidjes geven. Dan is dat ook weer een heel eind klaar. Dus dat wordt het plan. We zien vanmiddag wel. Misschien tot het toch nog slechte weer wordt als ik denk. Maar je weet het maar nooit. Maar zoals het nu is, is het maar een beetje, klein beetje. Dus dan houden we dat wel even vol. Ja, see you.